gaan vandaag koolstofchemie doen. En we gaan naamgeving doen van die koolstofchemie. De naamgeving van koolwaterstoffen. En dat zijn dus moleculen waar C'tjes en H'tjes bij betrokken zijn. Koolstof en waterstof. Ja, over het algemeen zijn het moleculen met veel koolstofatomen die onderling verbonden zijn. Die onderling verbonden koolstofatomen die kunnen we verzadigd noemen of onverzadigd. Verzadigd betekent alleen enkelvoudige bindingen. Ja, onverzadigd betekent of met dubbele bindingen of drievoudige bindingen. In de klas gebruiken we misschien wel eens de term driedubbele bindingen, maar een driedubbele binding is een raar praatje. Ja, het gaat over een drievoudige binding, wat een driedubbele binding suggereert dat je drie keer een dubbele binding, dus een zesvoudige binding, nou ja, je begrijpt het. Ja, verzadigd of onverzadigd. Ik wil een kort stappenplan even met je doornemen en daarna twee voorbeelden even samen gaan doen. Het stappenplan is, we gaan eerst de langste keten gaan we bekijken. Ja, wat is die? Met een dubbele of een drievoudige binding. Dan gaan we zo laag mogelijk nummeren, zodat we de zijgroepen, dat is dus alles, dat zijn alle koolstofatomen die buiten de hoofdketen vallen. Ja, die gaan we een naam geven en een telbord. Dan gaan we die zijgroepen, die gaan we voor de hoofdketen zetten, qua namen. En die zijn op alfabet. En dan gaan we in een van de volgende filmpjes nog kijken naar de karakteristieke groepen. Ja, zoals bij alcoholen of dat soort dingen. Die voorvoegsels die worden voorvoegsels behalve de allerbelangrijkste. Maar daar komen we later op. Binance tabel 66b is je grote vriend hiermee. Er staan alle regels op een rij. Meer dan wat wij moeten weten. En er staan ook heel veel voorbeelden. Dus kijk daar goed in. Ja, en hou die erbij. De eerste. Eerste voorbeeld, ook op pagina 170 van Chemie Overal, als je die misschien hebt. Dat is dit molecuul. Nou, je ziet één lange keten en twee zijgroepen. Let goed op, ja, want je kan hier natuurlijk ook de hoek om. Dat maakt geen drol uit. Je mag gewoon bij die langste keten mag je de hoek omgaan. Dan komen we zo bij het tweede voorbeeld tegen. Dus of je nou dit je langste keten hebt, of dit je langste keten, of dit je langste keten. Uiteindelijk komen we natuurlijk op 5 C-atomen uit. Dat maakt hier helemaal niks uit. De naamgeving hebben we hier staan. Ja, bij 1 tot en met 6 aantal C-atomen die mijn keten lang is. Gaan van methaan, ethaan, propaan, butaan, pentaan en hexaan. Ook die staan weer in tabel 66. Ja, dus kijk daar naar. Die uitgaan aan, die gebruiken we alleen bij verzadigde verbindingen. Of ja, verzadigde bindingen. En als die onverzadigd zijn, dan wordt aan 1 als het een dubbele binding is. Of als het een drievoudige binding is, dan wordt aan dus in. Dus dan zou propaan propien worden. Ja, die heeft dan een drievoudige binding. Of propaan wordt propeen. In dit geval heb ik dus 5 C-atomen lang. Dat is dus pentaan. Ik heb een dubbele binding zien we hier, ja, na de tweede koolstofatoom, want dit is 1, 2, 3, 4, 5. Zodat dit een zo laag mogelijk plaatsingsnummer is. Dus het is pent 2, 1 in plaats van pent 1, want we moeten weten waar zit die dubbele binding. Ja, dan heb ik 2 zijgroepen die heb ik omcirkeld. Dat zijn allebei methyl zijgroepen. Hoe weet ik de naam van die zijgroep? Nou, dat is eigenlijk dit hele rijtje weer, maar in plaats van aan wordt het dan iel. Dus methylzijgroepen, waar zitten die? Die zitten op koolstof nummer 4. Ja, dus ik heb 4,4 die methyl, die zegt 2. Het is eigenlijk dubbelop, want ik heb al 2 plaatsingsnummers. Ja, maar toch hoort dat die erbij. 4,4 die methyl, pen 2, 1. Oké? Okay? Dat was een eenvoudige. Dan gaan we naar een iets moeilijkere. Ja, voorbeeld 2. Voorbeeld 2 hebben we... Ja, we hebben ook koolstofatomen die onderling verbonden zijn. We zien ook weer een dubbele binding. En we zien hier, als je misschien kijkt van boven naar beneden, zoals we dat net gedaan hebben, of van beneden naar boven, zie je dat we hier 4 koolstofatomen op een rij hebben. Maar je mag gewoon de hoek omgaan, dus dan heb ik er 5 en dan heb ik weer een pentene. 1, 2, 3, 4, 5. Oké, okay, pentene. Waar zit mijn dubbele binding? Die zit na mijn eerste koolstofatoom. Ja, dus het wordt pent 1, 1. Klinkt allemaal een beetje raar. Ik heb 2 zijgroepen, die heb ik weer omcirkeld. Ik heb weer een methylzijgroep, zoals bijvoorbeeld 1. Ik heb een ethylzijgroep. Ja, niet methyl, maar ethyl. 2 C-atomen lang. 2 C-atomen was ethaan. Ethaan wordt ethyl. Dus ethyl, methyl. Hoe moet ik die nou voor mijn hoofdketen zetten? Die gaan op alfabet.
zonder telwoorden. Dus als ik twee bijvoorbeeld methylgroepen had gehad, dan is het dimethyl, zoals bij het vorige. Dan zou je misschien denken dat dimethyl komt voor ethyl. Nee, die telwoorden tellen niet mee in het alfabet. Dus ethyl komt altijd voor methyl, de E voor de M. Dus ik heb een ethyl en een methylgroep. De ethyl zit aan koolstofatoom 2. De methyl zit aan koolstofatoom 3. Dus het is 2-ethyl-3-methylpent-1-1. Alle letters gewoon aan elkaar schrijven. Streepjes tussen de cijfers en de letters. En heb je meer dan twee cijfers, of heb je meer dan één cijfer, dan zet je daar komma's tussen. Dus streepjes tussen letters en cijfers en komma's tussen de cijfers onderling. Goed, je moet hier echt heel veel mee oefenen. Het is niet het leukste onderwerp, vind ik, bij scheikunde. Maar door veel oefenen word je hier beter in. Ja, dus dit is filmpje 1 en gaat het goed, dan ga je naar mijn volgende filmpje over naamgeving. Heel veel succes, hier subscriben en daar komt het volgende filmpje te staan. Comments hier beneden, oké? Voor alle problemen en oplossingen. Heel veel succes.